Oh, daar bent u weer, meneer Van Hagen. Hey. Ja, het ging over de avondklok, dus ik dacht, laat ik maar meteen dan doorgaan. Daar had ik ook nog een vraag over. Klopt het dat er geen ontheffing is voor de avondklok voor ziekenbezoek? Want dat schijnt er niet te zijn. Ik krijg er heel veel mails over. Dat is een hele schijnende situatie. Dus, maar ook voor mantelzorg is er sowieso een ontheffing, dacht ik. Ik zal toch even nakijken. Ik wil even niet freestylen, maar in ieder geval voor mantelzorg. Nou ja, ik heb het opgezocht en in dat lijstje staat medische hulp aan zichzelf of een dier. Hulpverlening aan een hulpbehoevend persoon of een uitvaart, maar dan ben je meestal te laat. Ja, maar ook mantelzorg hoor, valt erop. Dat weet ik zeker. Maar we gaan nog eens even kijken. Ja, maar, of zieke okay. bezoek. Ja, heel erg. Ja. Valt. Dan gaan we nakijken. Ja, okay. De heer Van Hagen. Het is wel van belang om te weten of zieke bezoek, dus naar een ziekenhuis of naar een ziek persoon thuis, of dat valt onder die mantelzorg. Ja, maar volgens mij niet voor, als het is om een opbeurend woord. Dat zou ik dolgraag willen, maar daar is het dan niet voor. Dan als moet je daar zorg moet verlenen, ja. Wel, want dat is mantelzorg. Ja, maar komt u daar op terug? Ja, maar zo kan ik het beantwoorden als hij hem zo stelt. Dan heb ik de vraag al geantwoord. Ja, de heer Van Hagen. Dan wil ik de vraag toch specifieker stellen. Ja. Stel dat iemand met kanker in het ziekenhuis ligt. Kan die na 9 uur bezoek ontvangen? En hebben die bezoekers dan een ontheffing op de avondklok? Als iemand niet heel ernstig op dat moment dreigt tot overlijden te komen, denk ik het niet. Want dan heb je te veel uitzondering op de avondklok. Maar als iemand erheen moet om zorg te verlenen, dus mantelzorgachtige dingen, dan sowieso wel. Ja, maar dat is dus maar niet mijn vraag. Maar niet omdat iemand in het ziekenhuis ligt dat je zegt, maar als iemand heel ernstig ziek is, ja natuurlijk. Ik bedoel, dat was zelfs bij de lockdown van de verpleeghuizen zo, dat je in de laatste fase bij de mensen mocht. Het gaat niet om de laatste fase. Het gaat erom dat iemand heeft kanker, die ligt in het ziekenhuis, kan die vrienden en familie op bezoek hebben na 9 uur. Nee, dat niet. Dus dat kan niet. Als het ernstig is. Ja, ik vind het verschrikkelijk allemaal, maar dat is natuurlijk ook rond de avondklok zo. Ja, dat zegt u elke keer. Het is verschrikkelijk, maar u wilt het niet. Het virus wil het. Maar dit is toch een hele schrijnende situatie waarbij iemand in het ziekenhuis ligt, kanker heeft en geen bezoek kan ontvangen na 9 uur. De bezoektijden zijn toch, de ziekenhuizen zijn toch al lang weer gesloten. De bezoektijden zijn toch ook afgelopen. Tot slot, de heer Van Hagen. Ik ga hier een motie over indienen. Oké. Prima. Ja, ik vind het ook, ik zou het ook dolgraag ja zeggen, ja. Maar als je natuurlijk te veel uitzonderingen maakt, dan de heer gaat Kuzu. Als het om mantelzorg gaat of bij terminale situatie vanzelfsprekend. Ja, de heer Kuzu. Middelste of die zijkant kan ook. Ja, voorzitter, de minister-president heeft al meerdere keren te kennen gegeven dat hij eigenlijk het gevoel van heel veel mensen begrijpt. Heel veel mensen die er mentaal doorheen zitten. Maar vandaag zagen we ook wel iets bijzonders gebeuren in de Kamer, omdat VVD en CDA hebben voorgesorteerd op het handhaven van de avondklok. Nu hoor ik de minister-president zeggen, ja, daar is nog geen cijfermateriaal over. Maar we zien wel dat er sprake is van een soort voorsorteren. Zou de minister-president daarop willen reageren? Nee, alleen het bestaande OMT-advies zegt je moet hem handhaven. We hebben alleen een nieuw OMT-advies gevraagd om de laatste inzichten te hebben over de verspreiding van het Britse virus. Om de laatste inzichten te hebben voor zover mogelijk. Dat zal niet heel precies kunnen nog na 2 weken. Maar kun je al iets zeggen over wat doet hij? Maar het advies zoals het er nu ligt natuurlijk van het OMT, wat zegt oké, click and collect en basisscholen kunnen open, daar zeggen ze wel bij onder handhaving van alle overige maatregelen, inclusief de avondklok. En je ziet ook op pagina 27 van de handout die wij hadden, ik weet niet of dat ook uw pagina 27 vandaag in de hoorzitting was, wat er gebeurt als je die dingen loslaat. Dan heb je wel echt een dramatische situatie in de modellering op de IC's. Maar we gaan kijken dit weekend of dat nog steeds ook het beeld is. En ook of we meer kunnen zeggen over de werking van die instrumenten. Ja, voorzitter, dan wil ik toch wel teruggrijpen op eigenlijk de discussie die we in de afgelopen weken hebben gevoerd in aanloop naar die avondklok. Er werd gevraagd vanuit de Kamer van wat is nou precies het specifieke effect van zo'n avondklok. En volgens mij was het 1 of 2 dagen voor het debat werd er een cijfer van 8% tot 12% reductie uit de hoge hoed getoverd. De minister-president heeft daarover dinsdagavond gezegd, ja, maar dat kunnen we eigenlijk nog niet zo goed constateren. Nu hoor ik hem zeggen, terwijl ik zeg maar de Kamerfracties van de VVD en het CDA hoor zeggen, nou die avondklok, dat mag wat ons betreft best wel doorgaan, hoor ik de minister-president zeggen, ja, we zouden nog even moeten gaan kijken wat de precieze uitwerking wordt de komende tijd. En ik hoop dat ik ook zijn aandacht heb, want heel veel mensen in het land, die maken zich hier zorgen over. Heel veel mensen zitten er doorheen. Heel veel mensen zijn er ook echt klaar mee. En als de minister-president echt begrijpt
wat die mensen bezighoudt, wat die mensen dwars zit, dan zou ik van hem een serieuze houding verwachten en van hem verwachten dat hij hier ook echt serieus op ingaat. Ja, eens, dat mag over mij verwachten. Maar even precies even wat we tot nu toe gedaan hebben. We hebben gezegd, die avondklok, die is nodig om een extra dreun te geven op de cijfers naar beneden, een extra tik op de cijfers. We hebben toen gezegd, we weten ook dat als die afloopt, dat we nog niet echt precies weten wat hij doet, maar hij is voor een bepaalde periode. Dat is nog steeds de situatie. Hij heeft voor een bepaalde periode. Hij loopt dus af om 4:30, 4:30, 's morgens of woensdag aanstaande. Dat is de politieke afspraak die we hebben. Dat is ook niet veranderd. En toen was ook al de discussie, ja, maar dan weet je nog niet precies weten wat hij heeft gedaan. Nee, maar we weten wel uit de literatuur dat de verwachting is dat hij een aanzienlijke bijdrage kan leveren. 8-13% overigens is het. En dat was in de modellering van het RIVM op basis van een aantal internationale studies. Niet het kabinet dat het uit de hoge hoed toverde. Dat is echt op basis van de inzichten zoals het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dat met ons gedeeld heeft. Dat was de situatie. Wat er nu nieuw is, is dat we zien in de afgelopen dagen, sinds afgelopen weekend en ook begin deze week, dat diezelfde adviseurs in het OMT zeer bezorgd zijn over de laatste inzichten over die Engelse variant. Hij gaat veel sneller. Inmiddels staat hij op 2/3, lijkt het al, in de mix. En ook blijkt dat de besmettelijkheid nog hoger is. Hij staat op ongeveer 50% besmettelijker dan de klassieke variant, dan we dachten. Dus dat zijn nieuwe inzichten. En zij zeggen letterlijk, in het advies wat u vandaag gezien hebt, scholen, lagere scholen en klik en collect, ja, maar onder handhaving van alle overige maatregelen. Wat hebben we nou als kabinet gezegd? Wij willen ook heel graag die ruimte geven aan basisonderwijs en kinderopvang en die klik en collect optie, die overigens niet heel veel schade extra toevoegt. Maar we willen dan ook wel aanstaand weekend opnieuw kijken naar jullie inzichten als OMT op basis van twee dingen. Namelijk, wat doet in de rest van deze week, wat voor informatie hebben jullie nog nader over de Engelse variant en de besmettelijkheid? En je hoopt natuurlijk altijd stiekem dat de hemel openbreekt en de zon gaat schijnen. Maar er is niet heel veel aanleiding voor, zeg ik ook maar heel eerlijk, maar natuurlijk hoop je erop. En twee, dat je dit weekend ook wat meer weet, hoopt te weten, niet alles, maar iets meer over de daadwerkelijke werking van die avondklok. Dus niet meer de modellering, maar de daadwerkelijke werking. Dus dat is nieuw. Dus dat nieuwe is de grotere bezorgdheid nog dan laten we zeggen, 1,5-2 weken geleden. Ja, precies 2 weken geleden. Over die Engelse variant. De heer Kuzel. Ja, voorzitter. Aanstaand weekend gaat de zon niet schijnen. Het gaat enorm sneeuwen trouwens. Heb ik begrepen uit het nieuws. Maar dat is ook wel de situatie wanneer we gaan kijken naar de cijfers. Maar desalniettemin zien we dat in hetzelfde OMT-advies het OMT ook duidelijk aangeeft, ja, wanneer we gaan kijken naar de cijfers, ja, dan is het nog een vraagteken of die scholen zouden moeten openen. Maar de maatschappelijke effecten afwegende vinden we het proportioneel. Dan zou ik de minister-president ook willen vragen om aanstaand weekend exact vanuit dezelfde redeneerlijn rekening te houden met wat een avondklok doet met de samenleving en de maatschappij. En in die zin een soortgelijke afwegingskader te maken. Ja, ik heb al gezegd dat ze steeds proberen zo goed mogelijk natuurlijk de dwarsdoorsnijdende thema's te behandelen van maatschappelijke en economische impact. Mevrouw Marijnissen. Dank u wel. Ik wil graag een vraag aan de minister-president stellen over de aantallen vaccins. Want het is natuurlijk vaccins? Ik ben nu met onderwijs was ik bezig. Maar ja, dat klopt. Oh, u wil eerst nog verder met onderwijs. Ja, en vaccins ben ik over klaar. Daar heb ik verder geen antwoorden meer voor. Zou ik graag over dat deel nog wel een vraag willen stellen aan de minister-president. Want ik dacht maar zal ik dan eerst dit onderwerp afmaken, voorzitter? Want nu ga ik midden in mijn betoog voor het onderwijs gaan we over vaccins beginnen. Kijk even naar mevrouw Marijnissen. Ja, goed, wat u wilt. Wacht, ja, als ik nog bij het vorige deel hoorde, dan zou ik het graag de vraag willen stellen. Want ik dacht wel dat ik de minister-president wat hoorde zeggen, namelijk, maar corrigeer me als het niet klopt, over het investeren in extra productiecapaciteit. Ik meen dat hij daar wat over zei en daar wou ik nog een vraag over stellen. Omdat ik namelijk denk dat we alles op alles moeten zetten, vanzelfsprekend, om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk vaccins zijn. Zodat we ook zo snel mogelijk uit die schaarste komen. En daarom wilde ik daar nog even bij de minister-president op doorvragen of het kabinet nu in kaart heeft, 1, waar er precies wordt geproduceerd, en 2, of er nog plekken zijn waar er geproduceerd zou kunnen worden in Nederland of
buiten Nederland, maar voor Nederland beschikbaar. Waar dat zou kunnen voor vaccins? Ja? Ik heb dat nu niet beschikbaar, voorzitter. Die vraag is ook niet gesteld in eerste termijn, dus daar kom ik niet op prepareren. Maar misschien heeft Hugo de Jonge dat wel zo beschikbaar. At the tip of his fingers. Wat nog maar eens laat zien hoe goed hij dat doet. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Maar goed, gaat u verder. Is dat geen goed Engels? Nee. Hoe had het dan gemoeten? Nee, ik zou maar... Hoe is die uitspraak dan in het Engels? Nee. Dat is wel mooi, toch? Ja, vond ik ook. Goed, voorzitter, alle ernst, onderwijs.